Nou, straatschaartoernooi. We gaan dus op straat schaken, dat is de bedoeling. Ik heb afgesproken dat het niet meer naar de wiet gaat regenen. Afgelopen 8 jaar ook gelukt. Chicago. Dat gaat dit jaar ook lukken. Naar Dico wordt geschaken naar Dico. Dit is zeg maar de hoofdweg. Je kunt daar linksaf naar Café Nieuwstad. Daar kun je ook linksaf naar Café Voortgat. En alles begint. Dit zit dus daar tussen. 7 kroegen. En de bedoeling is, het idee is, dat iedereen bij elke groep een keer komt. Ja, dat is het idee. Het kan zijn dat het een goede indeling is, maar dat doet iedereen gebruik dan. Als je 7 keer bij dezelfde groep zit, mag je protesten. Het is een rapid toernooi. Je hebt dus per persoon 17,5 minuut. 17,5. Per persoon, per partij. Onreglementaire zetten, dingen van de borden afgooien, dat doen we gewoon niet. Mocht er een misverstand ontstaan, dan bied je elkaar meteen een biertje aan, dan is het weer over. Met andere woorden, dit is het gewoon een leuke toernooi voor de rol. Het gaat hier niet om de punten. Het gaat om een lekker biertje drinken en een leuke thuis. Oké? We hadden geen rekening met ratings en met uitslagen bij Deel Monet. Ja, ik neem mijn volgende tekst dan nog even onder de loep. Ja. Ik? Ja. Dus dat kan ik al zien dat er... Nee. Waar zitten we zo? Later. Dus in de buurt. Thank you.
allemaal om 3 uur op school. Brugse Zot. Feitelijk gezien is dat de man die in verloren positie alsnog zegt: ik accepteer die remise. Ga je even voor jezelf? Robert Verkruij. Dat was heel veel vandaag. Dat was echt niet. Dat was bier. Dan hebben wij voor de speciaal bierliefhebbers onder ons een Latu en een Mekju. Zelf weet ik zeker dat hij het. Ja, is eentje nou voor niet opgekrijgt. Maar ik ben al jarenlang dankbaar. Eigenlijk voor het derde, vierde jaar rij. Ik gok 4, misschien zelfs 5. Ontwerpt hij eigenlijk onze hoofdprijs. Zo man. De Jurrius. Dan hebben wij één speler. Nou, er zijn er heel veel, maar één speler in het bijzonder, waarvan ik het weet. Dat hij alleen maar normaal bier wenst. Maar wel vanaf het begin. Niet eerste kop koffie, eerste kop thee. Gewoon. We beginnen met een klein biertje. Dit jaar is hij vader geworden. Van de vaders is het zo ongeveer de enige die erbij is. Je speelt jarenlang in mijn team, ik heb er niks aan, maar je moet toch een fles kwijt. Niels Madsen! Yeah! Ja, die komt klopt. Ja, die maken we zo op. Met dit is echt. Oké, en dan voor de meest. Zonder hem zou het nou niet zijn zoals die is. Yeah! Hij brengt echt iets in het toernooi waar wij echt van houden. Onze organisatie. Dat willen we ook bijzonder waarderen. De meest inspirerende, gewaardeerde speler van dit toernooi. Yeah! Ruud Willem! Wij hebben hier een vaste fotograaf de laatste jaren. Yeah!
Eén goal. Het toernooi echt fantastisch in beeld en daar zijn we zeer van gecharmeerd. Hij doet het eigenlijk volledig vrijwillig zonder mij te vragen. Eén goal. Maar dit jaar wil ik daar even aandacht aan geven. Een speciaal applaus voor André de Groot. Voor de winnaar van het toernooi. En volgens mij is het nog nooit eerder gebeurd. Voor iedere winnaar gelukt. Om alle partijen te winnen. Alle partijen te winnen. En in een tijd nog een glaasje te drinken. Ik wil wel een zeer warm applaus en een zeer welkom applaus voor de winnaar van dit toernooi 2011. Peter Boel. Ja! Als laatste. Gewoon erbij. Klaar. Wil ik jullie nogmaals hartelijk bedanken voor jullie deelname. Er staan hier een paar dozen. Oké, dankjewel. Er staan hier een paar dozen. Met drank erin. Jullie mogen allemaal er iets uitpakken. En ik wil jullie allemaal volgend jaar toezien, want vergeet niet, volgend jaar is de 10e editie. Yeah! Ja. Oké, dan heb ik nog wat vergeten. De 10e editie. En dan moeten jullie er allemaal bij zijn, want gaan we speciaal uitpakken. Dat wordt nog leuker dan de afgelopen 9 jaar. Zet het in je agenda. Eerste zondag van juli. Ik zeg jullie allemaal van harte welkom voor het 10e straatschaktoernooi in Arnhem. Gaat maar door. We hebben ook altijd de laatste plaats.